Dag reviewvriendjes. Jullie denken misschien, wat een raar licht, wat gebeurt hier? Ik weet het ook niet. Er staat een heel raar laag zonnetje zo, een beetje op mijn bakjes te schijnen. Vreemd. Maar goed, daar gaat het niet over. Waar het wel over gaat, wat er onder het doosje zit, wat heeft Ahmed opgestuurd, is even kijken. Wat zal dat zijn? Amerikaans snoepgoed. Oh, lekker trek in. Ras Apple Magic Dip Flavor with Other Natural Flavors. Fun dip. Lekker dippen. En Green Sour Candy Toxic Waste. Hè? Dus giftig afval in een doosje. Nou, dat zal wel weer ontzettend lekker zijn. Maar laten we even beginnen bij dit dippie. Zoiets hadden wij vroeger ook, alleen dan niet van dit merk. Dan zitten we hier, even kijken. Als het goed is, een snoepschepje. Ja hoor, dit is dus van snoepgoed. Ja. Het smaakt een beetje naar die ouderwetse lollies die je vroeger kon kopen voor een dubbeltje. Zo'n roze met geel lollietje op zo'n stokje. Het spul wat ik moet opdippen, ziet er nogal chemisch uit. Groen en blauw, zoals het hele zakje is. Goed, en dan gaan we eens even lekker dippen. Kijk, hier. Oh, heerlijk. Nou. Ik weet niet waar het nou moet smaken. Dat groene, dat zijn appels. En raspberries, zijn dat niet bramen? Goed, raspberry zijn frambozen. Geen bramen. Maar waarom dan die dingen hier blauw op zijn in plaats van roze, mag Jozef weten. De dip aan zich is een soort van zuur. En het smaakt een soort van naar niks. Ik zou niet weten waarom je dit nou zou eten. Eigenlijk is alleen dit stokje lekker. Nou, dan moet het ergens nog beginnen. Raspberry. Gewoon framboosje. Kom ik er nou bij bramen? Nou, ik dacht dat dit ook een soort van poeder zou zijn. Maar daar valt dus alles mee. Oh, lekker. Dit zit totaal aan een papiertje vastgeplakt. Goed. Hij is los. Toxic waste. Chemisch afval in een snoepie. Nou, dat zal wel heel erg lekker zijn dan. Gadverdamme. Nog nooit zoiets vies zuurs in mijn mond gehad. Alsof er 95 citroenen in één keer in mijn bakkers komen. Alsof ik twee batterijen zit leeg te kouwen. Gadverdamme. Ken je dat als je ziek bent geweest en je hebt 25 keer hebt overgegeven. En op een gegeven moment kun je alleen maar dat gal naar boven krijgen. Daar smaakt het dus naar. Alleen dan iets zuurder nog. Het is mijn hele mond trekt samen. Waarom wordt dit überhaupt verkocht? Green Sour Candy. Nou, zuur is het. Godsamme kraken. Het is toch helemaal niet een lekker leuk snoepje. Dat is iets wat je in je mond moet doen en daarna bijna over moet geven. Dat geef je toch niet aan kinderen. Dat geef je misschien aan je ergste vijand. Maar dan houdt het ook wel op ook. Ik heb helemaal een naar gevoel in mijn lijf. Het is zo verschrikkelijk goor. Dit spul staat nergens op. Had nooit gemaakt mogen worden. Dit geef je aan iemand en die moet dan spugen. Ja. En die zegt, waarom geef je me dit? En dan zeg je, nou, dat was een grapje. Dan zegt diegene, nou, dat vond ik dus geen leuk grapje. Nou, dat was het dan. Heb weer een vriend minder. Deze is zo smerig, die krijgt van mij een 2. Het is gewoon echt belachelijk dat zoiets op de markt is. Het is walgelijk. Dit is niet walgelijk. Het is gewoon niet zo super interessant. Stokjes lekker, dat spul wat je eraan doet is minder lekker. Maar prima, gewoon een snoepje voor tussendoor voor de kinderen. Ik zou zeggen, een 6. Ik vond deze review er ook niet zo heel veel aan, als ik eerlijk ben. Dit is te goor en dit smaakt helemaal nergens naar. Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Getverderrie.